Veel kunst ook op straat of zo. Hier, ja? Ja, daar geef ik niks om. Nee, kunst niet er wel. Als je dat dan zegt. Siliconen. Ja. Ja, nou, ja, maar. God doe het beter. Yo. Kom maar aan, man. Zie je zo. Yes. Dus jongen! Hoe is het? Goed vriend, met jou? Ja, goed man. Lekker man. Zo'n lekker bakje jou. Lekker hè? Ja man, mooi man. Ik moest van Barend van Delen, van de DJ van Radio 538, vragen of jij je portemonnee thuis had gelaten. Hoezo? Anders kom je niet vooruit, zegt hij. Als ik hem de grond laat vallen, laat ik hem ook gewoon liggen. Zo zwaar. Ah, deze wil niet aan man. God, wat doe je? Hij wil niet aan deze. Deze. Ik heb een shirtje mee. Heb je herpes? Nou, liever herpes dan corona, kun je. Ja, hè? Ja, ik heb veilig hoor. Is dit jouw nummer ook? 26, ja man, ik had gekozen 26. Waarom? Ja, ik heb er niet zoveel mee, man. Met nummers en zo? Ja, op het nummer? Bellen. Ja, doe maar, want zie je niet, hè? Het is zwart. Dat zak. Oh, die fijne tasje, die krijg een vriend van me, die is toch fijn. Dat shirtje hou ik zullen. Ja, oké. Okay. Oh, je gaat hem niet weggeven? Jawel, natuurlijk wel. Jawel, okay. Wel weggeven, toch? Want die mensen boos. Ik in de mooie auto rijden. Ja, man. Ja, je hebt geld, dat je kan er wel in kopen. Ja, toch? Hey, ik ben gierig, jongen. Echt? Dagen ben je nee, echt gierig? Nee, ik ben niet gierig als het om anderen gaat, maar ik geef hem niet snel dingen aan, uit. Aan domme dingen uit. Zeg maar. Nee? Nee. Ook niet aan kleding ook niet, hè? Nee, ja. Is dat jullie masseuzen die? Welke die? Ja. Nee, maar dit is Varken, het is jeugd, hè? Feyenoord Academy. Wij trainen bij 1908. Oh, maar jij ze geeft dit adres door? Nee, ik zei 1908, man. Oh. Maar je stuurt uit. Olympia weg, 400. Hij stuurt me hierheen. Is dat hier, joh? Nee, ja. Nee, dat is 1908. Nee, dat is niet hier. Oh, is van maar hier trainen wij nu wel, omdat ze willen het veld sparen. Zo, we trainen hard, ouwe. Ja? God, kaleer. Arne, die wil... Ja, die willen verrammen, joh. Die wil presteren. Ja, geef hem ook wel gelijk. Is ook wel nodig, toch? Ja, tuurlijk. Ja, man. Lekker, toch? Maar hard trainen, ja? Twee keer per dag ook? Nee, dat nog niet, maar wel gewoon elke keer na de training gewoon loopjes en zo, nadat we al 2 uur hebben gebeukt. Meen je niet? Ja. Ja, maar het is wel goed hoor. Ik snap het ook wel. Ja. Ja, het moet wel hè. Het moet even goed voor de dag komen. Heb je lang vakantie gehad? Nee man. Echt bijna. Weet je wat het ook was? Ik was 2 jaar lang in het buitenland. En die corona heeft me helemaal opgefokt. Man. Ja? Mentaal. Meen je niet? Dus afgelopen jaar ben ik gewoon geen één keer in Nederland geweest. Alleen maar buitenland. Alle restaurants dicht. Alleen maar thuis zitten trainen. Zit je ook nog met die moffen? Daar zat je ook, hè? Ja, gewoon, maar Joni vrouwelijk van. Die hebben geen humor, jongen. Nee, hè? Jongen. Was je blij dat je weg was daar? Ja, uiteindelijk wel. Ja, gewoon eerlijk, toch? Ja, nou, het is wat het is, toch? Ja, even dus je zat daar in Moskou, toch? Twee jaar? Ik heb eerste jaar in Moskou gezeten. Ja. Toen ben ik naar Freiburg gegaan in Duitsland en nu ben ik hier. Oké, lekker terug in Nederland. Ja, man. Je hebt het zelf ook meegemaakt. Ja. Toch? Nederland is toch gewoon, ja. Lekker, man. Jezus. Dus je wil niet meer weg eigenlijk ook? Ja, weet je wat, ik heb wel nog zoiets van, ik wil nog wel slagen of zo. Man. Buitenland, even laten zien dat kan. Dat heb ik wel echt, man. Ik heb wel echt die drang om gewoon nog te slagen. Maar ik wil gewoon eerst weer een jaartje presteren hier. En dan weer proberen, denk ik. Of ja, we gaan het wel zien eigenlijk. Ja. Je weet gewoon niet hoe het gaat lopen na een jaar. Nee, maar wel lekker naar huis. Dacht je, had je ook zoiets van, nou, lekker naar huis, nu is het klaar. Ja, tuurlijk. Even buitenland. Tuurlijk. Gewoon lekker mijn eigen landje en dit en dat. Ja, dat had ik wel. Ik miste ook familie en vrienden en zo. Ook met corona, dat kan je echt voorstellen. Dan zit je, die muren komen op je af. Ja. Had je gewoon een huis daar of een appartement of zo? Of? Ja, in Moskou woonde ik een beetje in het Europese buurtje, dus dat was nog wel oké. Ja. Want als je echt in de buitenwijk gaat, dan praat ze geen woord Engels. Nee, ik kwam naar de eerste dag op straat, joh. Ik denk, ik ga even een supermarkt opzoeken. Nou, dat hele alfabet zo anders. Ja, er stond er geen klote van. Het was 2 uur onderweg. Jongen. Heb je wel wat te doen? En zat je alleen daar? Had je geen vrouw? Heb je geen vrouw? Ik heb een vriendin, man, maar die ging niet mee. Waarom? Die had nog school. Oh. Ja, je gaat niet even in Rusland op school.
daar ook in de universiteiten, zo in Nederland heb je gewoon Engelstalig, toch? Ja. Hier in Rusland moet je gewoon Russisch leren. Al wil je daar naartoe, je moet Russisch leren. Dat is echt bizar. Heb je ook les gehad? Ja, 2 keer in de week, maar ik kan nog steeds geen klote van. Ja, je wist alleen, zie poesje net niet, hè? Wat is dat? Precies. Ja, dat snap ik. En zie poesje net niet. Je zag hem net niet, hè, dat poesje. Dus je van godsamme, ja. Wel, zonder vriendin daar ook. Ja, veel rukken, man. Ja, hè? Abonnementjes aan gesloten daar. Maar jij hebt wel goede vrouwen daar, man. Zo. Ja. Ja. Wel plastic allemaal, ja. Ben dat je hand gek? Op een gegeven moment ken je wel, hè? Hoi vriend, zijn we weer. Ja, jongen, mijn nieuwe vriendin, joh. Godsamme, joh. Dus, oké. Dus ja, toen was je daar. Maar je speelde ook niet veel daar, hè? In het begin wel, man. Het speelde gewoon 4-3-3. Ja. En toen kwam er een coach, gingen we 5-3-2. Ja, ik heb daar helemaal niks mee, nee, man, met 5 spelen. Ik vind dat echt helemaal niks, man. Dat is niks voor jou, dat is een soort wingback. Want je kan wel lopen. Ja, dat wel, ja. Maar je moet mij gewoon niet als controleur zetten. Ja, ik was de hele tijd weg, kregen we een tegenkom te horen. Ja, Guus, je bent geen controleur. Ja, maar ik ben ook geen controleur. Dus dat was een beetje een probleem daar. Maar goed. Toen zei van Guus wil nu eens. Ja, maar echt, man. Ja, toen die nieuwe coach kwam, toen voelde ik de bijl aan. Ja. Was een Italiaanse coach. Ook. Oh, man. Ja, oh, jij hebt dat ook veel gehad, ja, natuurlijk, hè? Alleen maar verdedigen, man. Wat is dat? Ja, verdedigen. Ik moest gewoon naar achter die bek aan van die... alleen maar rennen. Ja, ja, dan komt mijn kracht niet eruit, man. Dat is mijn punt niet. Ik ben daar niet goed in. Nee, precies. Maar als je niet in je kracht wordt gebruikt, dan verlies je ook je plezier en zo. Op een gegeven moment ga je dan ook echt... Wat ik zeg, die muren komen op je af thuis. Als je ook niks er buiten hebt, als je in het buitenland bent en je hebt geen vrienden of zo en je bent thuis... Ja. Gek, hè? Ja, man. Wedstrijdje doen. Ja, als je niet thuis bent. Ja, je gaat ook blijven nadenken over voetbal en zo. Het is gewoon net. Je moet gewoon een beetje afleiding hebben, man. Ook, buiten voetbal, man. Anders ga je het echt niet. Maar ging je gewoon. Dus mentaal ging je gewoon echt gewoon kapot daarop? Ja, tuurlijk. Ik had het wel onderschat, moet ik zeggen. Ja. Het is gewoon die andere mentaliteit en zo. En, ja, hele andere cultuur ook. Ja. Veel inderdaad. Die mensen hebben niks te maken. Naar zo'n Russische sauna. Ja. Ik kwam daar binnen, moet je zo'n hoedje op. Dus ik denk, we gaan gewoon rustig saunaatje. Nou, je moet slaan ze met bladeren op je kont, joh. Nee. Ik zweer met van die kruidenbladeren. Ik denk, wat gebeurt hier, ouwe? Godverdomme. Twee vodka shotjes erin, hoppen tegen gaan. Ik wist niet wat me overkwam, ouwe. Echt? Ja, spuug ze op je reep? Ja, met van die kruidenbladeren, weet je wel. En wat zei jij? Wat donderhoog, hè? Sla me op mijn lul. Hoe is die hard? Had beter Gordon mee kunnen nemen. Dat was wel mooi. Dat was niet meegekomen. Blijf maar slaan, joh. Ja. Hele andere, maar dat is daar dus gewoon echt... Ja, dat is echt een cultuurding. Een banya noemen ze dat. Banya? Ja, dan krijg je zo'n hoedje van die slippertjes. Was dat gewoon een sauna of met de happy end? Nee, er kwamen geen vrouwen. Tenminste, niet wanneer ik er was. Ik heb wel verhalen gehoord dat er wel eens vrouwtjes langskwamen in die banya. Ja? Ja. En teamgenoten, wie Sparta Moskou was het toch? Ja, man, Sparta. Maar Promes bijvoorbeeld was al weg. Oh, of die, zeg maar, hij was weg. Toen ben ik gekomen, toen ging ik weg en toen kwam hij weer. Ja, maar hij ging naar Ajax toen. Ja, precies. En hij is weer, nou is hij weer terug. Ja, hij zat nog ook tussendoor even bij Sevilla, volgens mij. Oh ja, Sevilla eventjes gegaan en toen is hij weer, maar nu wil hij weer terug daarheen. Naar Moskou? Ja, hij is daar terug nu. Hij zit daar nu, ja. Dus hij had het wel echt goed gedaan daar, man. Ja. Die jongens waren ook echt goed met hem daar en zo. Ze hadden wel echt respect voor hem. Mm. Ja, hij was daar speler van het jaar. Ja, hij was zijn stad, man. Moskou was van hem. En niveau hoog daarom? Je hebt bepaalde teams die wel goed zijn, man. Ja. Alleen, weet je wat het ook is? Je moet soms vliegen naar Siberië of zo. Ja, dan kom je tegen reuzen van 2 meter en zo. Ja, dan win je niet even makkelijk in de kou. Weet je wel? Nee, -15. Ga maar even ballen, jongen. Die Brazilianen, die hebben er ook geen zin in. Die komen van 30 graden. Moeten ze in Siberië -15 gaan voetballen. Ja. Oh. Allemaal miootjes aan en handschoentjes aan. Ja, precies, man. Och. Ja. Dus dat betalen ze echt goed. Anders gaan de Brazilianen daar niet heen, denk ik. Nee, natuurlijk niet. Allemaal neptanden, jongen. Groot, jongen. Net Bugs Bunny. Wat dan? Gewoon gouden tanden of nep? Gewoon die neppe grote witte, weet je wel. Maar zo'n Braziliaan natuurlijk, die komen opeens. Dit is zijn mond open, jongen. Zo, ik ben bijna verblind. Nee, zo, grote tanden had die staan in één keer, jongen. Dat mijn vrouw ook, man. Ja? Nelhaas.
Hey. Ja, die raste me af. Ja, was maar waar, zo lang geleden. Godsamme, ik moet echt smeken erop. Nou moet ik 50 euro geven. Kijk, dit is goed aan de huwelijk. Nee, man, dat is echt... Een keer wat anders. Godsamme. En nu zit je hier in een hotel of zo? Nee, ik heb meteen hier op de Kop van Zuid woning. Oh, ik ben zo vaak verhuisd, man. Ik zag dat appartement gemeubileerd, alles. Ik dacht van, ik heb echt geen zin om meer al die gedoe. Je weet het zelf ook, toch? Als je moet verhuizen elke keer. De sleur, hè? Je onderschat het ook elke keer weer. Ja, is ook zo, man. Elke keer dat weer inpakken, dan ja, mijn ex-vrouw deed dat altijd. Maar daar word je helemaal gek van, joh. Ja. Dat verhuizen. Dus je zit toch lekker hier in een appartementje gewoon? Ja, man. Ik kijk uit op deze Erasmus-brug. Oh, dat is wel mooi. Man. Je woont Kevin. Ken je hem? Kevin, die rapper? Slow Flow, ja, man. Ja, hij woont daar. Hij woont hier in die flat. Welke? Die beige? Ja, die lange volgens mij. Oh, ja, man. Ja. Kevin Slow Flow. Ja, man. Hij is goede gozer. Ik luister ook naar muziek van. Ja? Ik luister naar alles een beetje, man. Ja, verschillende muziek en zo? Echt niet normaal. Ik ben ook opgegroeid met echt oude muziek. Oude muziek van mijn moeder, weet je wel. Ja? 70s, 60s. Ja, ja, ja. Echt, ik luister echt naar alles. Ik kan ook naar Metallica luisteren of zo. Oh. Dat soort. Ik zweer het. Het is echt niet normaal. Ik heb dat ook, man. Ja? Mijn moeder en zo, die luisteren altijd Duitse muziek vroeger. Zo. Duits? Ja, man. Ik woon het allemaal aan. Dan zet hem hier maar neer, dan snap ik uit. Goh, ik ben niet. Je moet wel maar zat. Alle soorten muziek, jongen. Ja. En nu, dan, wat zit je, is je vrouw wel hier bij je vriendin, bedoel je? Ja, die is hierbij. Die is interior designer, dus die zorgt ervoor dat huizen netjes ingericht zijn en zo. Die had ook een goede baan in Duitsland, man. Dus voor haar was het wel zonde, want ze had net een goede baan en zo. Ik moest weer weg. Ja, voor haar is het even aanpassen. Dus ze is uit Duitsland weggaan om weer wel te worden? Hier woont ze weer in Rotterdam, maar ze werkt nog als freelancer voor dat bedrijf. Oké, okay. En dan in Nederland weer? Mm-hmm. Oh, precies, en dan online moet ze af en toe in Duits praten als ze van die FaceTime calls en zo. Ja, ja, ja. Ja, maar dat is wel leuk, man. Ze had echt een goede baan daar. Oké, okay, dus nu lekker in Nederland kan ze hier aan de gang, toch? Dat is ook wel een goede combinatie, weet je. Als dan spelers nieuw huis hebben en zo, zeggen ze, kan wel goed inrichten en zo. Dus dat is wel een goede combinatie dat ze dan, daar heb ik de contacten en dan af en toe is ze heeft ze wel eens een speler gedaan? Oh, nee, niet gedaan, maar. extra. Wat extra. Nee, de haar is ingericht. Ik schrok wel wat. Toen ik zei, dacht ik, jij gaat helpen, jongen. Ja, ik denk, gedaan. Ik kan ze ook niet bij mij laten. Wat extra's doen. Dan krijg ze wel 50 euro van die ik aan mijn vrouw geef, dan geef ik wel een haar dan. Oh, man. Even opnieuw, hoor. Ja, is goed. 30 centimeter. Goeiedag. Hi. Hi. Oh, sorry. Goed, mijn man neemt gelukkig ook altijd op met Jap Jum, goedemiddag, dus ik ken hem echt. Oh, hoi, ja, ik ben Carola van RTL. Hoi. Hi, hi. Morgen. Ja. Je had het al kort met Marcel doorgenomen. Is 11 uur goed? 11 uur is goed, hoor. Ja. Ja? Ja, helemaal goed. Nou, dan is die prima. Oké, okay, hartstikke goed. Zijn we er gewoon om 11 uur. We gaan het over de tegenstander hebben. Ja. Het kan zijn dat die alleen als online video meegaat. Oh ja. Maar die worden wel heel goed bekeken, moet ik zeggen. Okay. Maar we zitten morgen ook met een ploeg in Boedapest al en de Tour gaat starten. Oh, mooi. Dus het wordt een beetje vol sport. Ja. Maar komt helemaal goed. Oké, okay, leuk. Helemaal goed. Yes? Ja. 11 uur, Marcel is er weer. Hij is nu 20 centimeter. Okay. Nee, dat klopt. Maar ja, weet je. Oh, daar kleiner. Kan ik ook niks aan doen. Oké. Okay. Hey, doei. 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 Hoi. Wat ga je doen? Zij zit er niet. Je hele lieve vrouw. Hey. Nee, is voor RTL Nieuws doe ik af en toe... je wedstrijden voor een Nederlands elftal. Ja. Dat is even mijn mening. Ik heb geen verstand van voetbal. Ik lul gewoon van raak aan die. Oh ja, ja, wel gelijk. Ja, ja, met 5, met 3, ja. 5. Ik ben er toch gek van, joh. Al die systemen. Ja, ja. Oh, jongens, toch? Och, bijna botsinkje. Nee, wat is. Dus, schuift het wat? Nee, is gewoon leuk. Gewoon leuk. Ja, met die Marcel Meijer, kijk wel, toch? Die is aardig. Ja, met die krullen. Hij heeft allemaal krullen nu, maar achter heeft hij landingsbandje. Ja, penalty stip hier. Penalty stip. Vleespetje, ja man. Ja, ja. Nou, hij probeert altijd een beetje zo over ze. Kijk. Wat doet hij gek? Als hij ons maar niet ziet, die junk. Dit weg. Had je in Rusland ook vaak, man. Die gaat weg. Nou, dan ziet hij jou en dan ziet hij mij en zegt, vieze tering jood.
Ja. Voelde je comfortabel? Fijn hoor. Hè? Voelde je comfortabel? Wow. Kom je daar gewoon? Ja. Het is de eerste keer dat ik daar kom. Ik had wel geluk dat er geen supporter stond. Ik denk, als blijf ik mooi in de auto zitten. Op het slot, hè? Guus, kom dan! Guus, waar blijf ik nou, man? Ja. Nou, je was wel snel. Ja, ik zag je appje. Ik denk, als je lang blijft staan, is toch ook niet netjes. Ja, je bent een lieve jongen, maar toch? Ja, dan doe je goed. Maar hoe laat was je klaar met trainen dan? Ik denk dat we rond 1:30, 2:15 klaar waren. Oh, net pas, man. Nog even ijzen en ja, even lunchen en zo. Dus dat viel wel mee, man. Ja. Ik was nog even met Hapsie wat aan tafel blijven zitten. Hey, Hapsie ken je natuurlijk. Ja, tuurlijk. Hij zat ook hier in de auto. Ja, tuurlijk, ja. Hapsie, leuke, lieve jongen. Ja, man. Super lieve jongen. Zo, maar ik had Malaysia ook van de week in de auto. Die komt nog uit. Oké. Okay. Leuk hoor. Ja, leuke jongen, man. Maar die doet ook goed, hè? Ja, man. Hapsie, goeie spelen, man. Pitbull. Ik vind ze alle twee echt goed, man. Ja. Gaat die Hapsie linkshalf zetten zo? Ik zou het niet weten. Ik vind het wel echt kwaliteit op linksback. Alle twee, man. Ja. En dan houdt het op. Hey, man. Er zijn nog nieuwe spelers bijgekomen? Ze hebben nu een Deen? Nee, een Noor gehaald volgens mij, voor een spreker. Oh! Ja. Oh ja, dat las ik ergens. Ja. Dus, ja. Ja. Ik zag jou laatst met Jan Roos op YouTube. Ja. Ik ging heel stuk. Wat dan? Jan. Allemaal debielen bij elkaar. Ja, Jan is tof. Ben je goed met hem? Ja. Jan is een goede gozer, echt. Ja, die heeft geen blad voor de mond. Nee, die zegt alles, maar hij is wel. Die zegt echt alles. Ja, hij is echt toch een lieve kerel, hè? Echt, ja. hij is gek. Ja, hij zegt, hij heeft gewoon zijn mening. Ja, man. Hij is gewoon knettertje gek. En dan Dennis daarnaast, die ook een Tia. Meneer Tia. Hey, maar even kijken, jij bent ding gewoond, man, in Zambia? Ja, man, ik ben in Afrika geboren. Ja. Meen je niet? Ja, ik zweer het, man. Hoe kan dat dan zo? Ja, maar mijn vader deed... Ontwikkelingswerk, ja. Ja, precies. En zodoende hebben we heel lang in Afrika gewoond, omdat hij steeds... projecten kreeg aangewezen om daar te gaan werken. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld mijn zus is in Namibië geboren. Oh, meen je? Ja. Oh, maar hoe lang heb je daar gewoond dan? Nou, mijn ouders hebben denk ik in totaal rond de, volgens mij 15 tot 20 jaar echt in Afrika gewoond. En ik maar drie jaar. Maar bijvoorbeeld mijn oudste broer, die was gewoon echt opgegroeid in Afrika. Oké. Okay. En die moest toen naar Nederland komen en dat is ook wel moeilijk, weet je wel. Helemaal als je in de leeftijd, volgens mij was hij 10 of zo. En dan ben je tot je 10 in Afrika opgegroeid, kom je naar Nederland, waar het echt compleet anders is. Ja. Dus dat was wel aanpassen, man. Kijk, voor mij viel het wel mee natuurlijk, want ik was 3. Ja, ja dan weer, weet je, je weet bijna niks meer. Nee. Maar bijvoorbeeld voor mijn oudste broer was het wel moeilijker. En Mozambique ook gewoon, toch? Ja, man. Ja, ik zeg trouwens fout. Eerste jaar Zambia, 2 jaar Mozambique. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Dus we zijn eigenlijk door heel Afrika heen. Het was wel mooi, want 2 jaar geleden ben ik teruggegaan in de zomer. Ja. En dan ga je gewoon naar de plekken waar mijn ouders dan gewoond hebben en zo. En dan doen mensen open en die herkennen ons dan nog zo. Want ja. De enige witte. Ja, dat zeggen. Ah, maar dat was mooi, man. Dat was echt mooi. En is dat die taal, is dat gewoon de Engels of wat spreek je? Ja, Frans? In Zambia heb je Bemba. Bemba. Ja, maar dat konden mijn broers van me, die zijn het helemaal vergeten. Maar bijvoorbeeld, mijn vader praat vloeiend Frans, Portugees, Spaans. Engels, Nederlands. Ja. Dus het komt puur omdat hij zo lang in Afrika heeft gewerkt. Omdat er natuurlijk heel veel Frans en ook best wel wat Portugees wordt gesproken. Ja. In Mozambique bijvoorbeeld Portugees. Oh, als ik Portugees ben. En jij, wat voor opleiding heb jij gedaan? Flatulatie? Opleiding? Gewoon school bedoel je toch? Ja, VWO gewoon afgerond. VWO? Ja. Gewoon, nou, is niet zo gewoon, hoor. Ja. De voetballerij is... Wat dom hoor, hè? Nee, maar ja, meestal is het gewoon laag opgeleid, dat ze toch weten dat ze gaan voetballen, weet je? Ja, dan neem je risico. Ja. Ja, dat hebben mijn ouders wel altijd gewoon gezegd, van maak gewoon je school. Wie is dat? Zwaai gewoon. Ja, mooi. Ik had altijd, joh, die vrouwen. Die zeggen, denk ze, wie is die gekke dikke? Ik zat vandaag in de auto en een keer zwaaide een kerel aan mij. Wie is dat toch? Weet je, dan gaan ze nadenken. Mooi hoor. Of toeteren dan. Met zo'n straat. Maar ze kennen jou vaak. Ja, dat wel. Ja. Nu kan het niet meer. Vroeger denk ik dat heel vaak. Echt waar, joh. Ja, man. Dus wat verwacht je van dit seizoen, man? Veel spelen of... Ja, tuurlijk. Ik hoop gewoon alles te spelen. Ja. Maar ik moet natuurlijk ook gewoon gaan bewijzen, toch? Die drang heb ik wel echt gewoon. Om te bewijzen weer? Ja, tuurlijk. Man. Ik heb 2 jaar lopen kloten. Ja. 2 jaar lopen kloten. Gewoon niet zo goed gespeeld. Dus ik heb wel echt de drang om gewoon weer volle bak te gaan knallen in een vertrouwde omgeving. Dat vind ik belangrijk. Ja.
En dan, ja. En de kwaliteiten weer. Je hebt net zelf toch gespeeld, één keer de buurt gemaakt. Ja. Ja. Ja, ik hoop het, man. Maar ik, zoals ik al zei in die persconferentie, je hebt altijd als je dan terugkomt, willen ze meteen willen ze van die headliners hebben. Ja, moet je voor uitkijken, man. Ja, Nederland zelf, ik kom net terug, man. Ik heb 2 jaar niet gespeeld. Ja, ja, nou, wat verwacht je? Ja, dat ik hier de eerste weer bij Nederland zelf ja, het is wel nergens op. Dus dat gaat niet gebeuren nu nog. Je moet eerst, ja, precies. Eerst een paar wedstrijden spelen. Ja, dat bedoel ik. Ja, ik snap altijd niet waarom ze daar meteen naar vragen. Het kan snel gaan. Ja, dat wel, ja. Ja, als je een paar wedstrijden goed speelt en je scoort, zeg zo. Dan zit je er zo weer bij. Ja, dat is echt zo. Frank de Boer, helemaal bij Frank de Boer, ik weet toch niet wat hij doet. Nee, dat is wel goed. Heel Nederland, hoe heb je die wedstrijd? Heb je met Frank gespeeld? Ja, ja, Frank, ja? Ja man. Zo. Goed? Ja, Frank is goed hoor. Maar ik hoefde alleen maar die sprint te zetten en dan kwam die bal vanzelf. Ja, een trapje, hè? Ik deed alleen zo, hoor. Ik deed één keer zo, keek ik, boep, en dan ging ik. En dan is net iets voor mijn generatie, man. Voor mijn tijd. Ja, net iets. Oh, jij bent, zei 24, hè? 23. Ja, dat is wel... Een AZ gespeeld jeugd. Oh nee, ik heb Diemen gespeeld, hè? Ook, man. Ja, Diemen, ja. Jezus. Waar heb jij in de jeugd gezeten? Ik heb in Arnhem gezeten, maar ik was 13, ging ik naar Ajax. En daarvoor in Arnhem. Maar jij, Diemen, daar heb ik gewoond, man. Ja, man. Jij ook? Nee, ik kom uit de Bijlmer. Uit de Bijlmer, hè? Ja, man. Godzo, hè. Ja, man. Ja, daar in Mozambique gewoond, ja, Zambia. Geboren, dus jij hebt ook een grote lul, zeg maar gelijk. Nou, dat was maar waar. Wat een gek. Kijk, deze woon ik, middelste. Hier woon jij? Ja, de middelste. Oké, en woon nog meer voetballers? Volgens mij woont Nico ook hier. Nee, die gaat weg, hè? Ja, ik las van wel. Ja, ja, dat weet jij niet, maar ik weet dat wel. Ja. Volgens mij woont Berghuis hier ook. Oh, Berghuisje. Gaat gewoon naar Ajax, hè? Oh, dat is niet normaal. Ik weet er voor de rest helemaal niks van. Nee, ik ook. Ik moet dat maar lezen. Dus ik weet, je weet ook vaak niet wat er van waar is. Nee. Ja, maar dat hij... Hij is gewoon een goede voetballer. Ja, man, echt. Echt. Het was zonde als hij weg gaat bij Feyenoord. Feyenoord heb hem echt nodig. Ja. Hij kan echt goed voetballen. Ja, ja, echt goed spelen. Ga aan de kantje met je oude BMW. Hij is ook een beetje slachtoffer geworden van het systeem. Ja, tuurlijk. Mag één helft spelen, man. Ik had echt gedacht dat hij zou spelen. Ja, ik ook. Als, ik had hem gewoon in mijn basiselft gezet. Ja. Maar hij gaat in een... Is dat Van Gastel? Geen idee. Lijkt er wel op. Jean-Paul Van Gastel. Ik weet niet hoe die eruit ziet. Ik hoor zijn naam vaak, maar ik heb er geen gezicht. Oh. Maar ik vind Rotterdam een leuke stad, man. Rotterdam is leuk, man. Echt, man. Ik kom hier ook heel vaak. Lekker ruim ook. Ja. Ruim groot. Parkeren en zo. Amsterdam is toch wel wat compacter en zo. Moeilijk parkeren, drukken. Het is gewoon, ja. Veel kunst ook op straat zo. Hier, ja? Ja, daar geef jij niks om. Nee, kunst die er wel. Als je dat dan zegt. Siliconen. Ja, nou ja, maar. Gewoon door weten. Kunst, dat doet mij wel wat hoor. Gek. En wat voor mij zeg jij? Kom je naar Rusland? Ja, zo. Dan kom ik nooit meer thuis. Dan zeg ik, doei Marlies, ik blijf in Rusland wonen. Sputnik erin, hoor. Ja, Sputnik, ja. Vaccineert alles. Ja, man. Oh, die corona, man. Heb jij al een vaccin gehad? Nee, man. Ik heb wel een brief gehad. Ik mag wel al. Oh, je hebt nog geen afspraak gemaakt. Nee. Ja, ik ga het wel doen, hè. Ja? Ja, wow. Maakt mij dan uit. Ja. Ja, als ik dood ga, ga ik dood. Het is niet anders. Nee. Ja. Ja. Dus, hey, hoe bevoegd ben je eigenlijk? Heb je voor jezelf getraind en zo? Ja, man. Ik ben gewoon meteen doorgegaan vanuit Duitsland. Okay. Ik heb ook niet echt vakantie gehad. Ik dacht, als ik hier kom, moet ik dan meteen gewoon... Ja, topfit. Topfit zijn. En, dat is wel belangrijk, man. Wanneer wist je dat je naar Feyenoord ging? Al lange tijd? Ja, het zat er wel aan te komen natuurlijk. Ik had er wel gesprek gehad met Arne. Ja. En toen moest het alleen nog even rondkomen. Want het salaris is niet niks natuurlijk. Ja, je moest inleveren, of niet? Ja, maar ik heb ook extra een jaar bijgetekend bij Spartak. Ook nog? Ja. dus je hebt nu dus... Moet je inleveren? Ja. Heb je geld ingeleverd om hier te spelen? Ja, tuurlijk. Ja. Weet je wat het ook is? Die belastingdienst in Nederland. Ja. Dat is gewoon zo, ja. Ja, die... Rusland is gewoon net op. Ja, hè? Dus je wist al van
ik wist het al wel snel dat ik wilde wel gewoon weer gaan spelen. Weet je, een beetje, je moet ook gewoon plezier. Je bent niet op voetbal gegaan om op het bankje te zitten. Nee. Je wilde gewoon spelen. Ja. En ik wist al die 5-2-3 of 5-3-2. Ja, dat is gewoon niet mijn ding. Nee, ik moest gewoon lekker in de 4-3-3 gaan spelen. Ja. Aanvallen en middenvallen. Ja, dan kan ik weer gewoon in mijn kracht komen. Maar wat jij zegt. In Italië moet jij ook de hele tijd achter, moet je de hele tijd in die bek, yeah. Dan kom je niet in je kracht. Nee. Gaat je kracht weg en als je dan voor komt, dan heb je geen kracht meer om een actie te maken meer, en een voorzet te geven. Helemaal op. En jij bent ook wel iemand die in die box moet komen, toch? Precies, in die 16, ja, man. En op een gegeven moment werd de controleur gezet. Ik denk, wat doe ik hier? Ik kom helemaal niet meer in die 16, man. Even zien. Een balletje breed. Ja. Nou, een balletje afpakken, inleveren. Ja. Ja, dat is niet jouw type spel, nee, man. Precies. Maar ja. Godsamme. Ja, dat is wel kut dan. Het geld is wel mooi, maar... Ja, ik heb jou dat ook vaak horen zeggen. Yeah. Je krijgt. Maar heel veel jonge spelers begrijpen dat niet. Die gaan dan ineens naar het buitenland denken, ik ga lekker mijn zakken vullen. Maar je mentaal werd je ook gek, weet je wel. Ja. Ook door die corona dan, maar als je niet gaat spelen, ja, dus, dan ga je helemaal dingen maar ik denken. Ook, ik had ook wel ingesteld op, zeg maar, dat je dan... Een paar dagen vrij heb en dat je gewoon naar huis kan, weet je wel. Maar nu met die corona, het land zat gewoon op slot, ja. Je moest gewoon helemaal thuis blijven en zo. Ga door. Dat land zat op slot gewoon helemaal. Ja, was echt een tijd dat je gewoon echt opgepakt werd, al ging je op straat en zo. Hadden ze extra camera's opgehangen daar en zo. Meen je? Maar echt Russische praktijk. Gewoon als je op straat moet, gelijk bam, gevangenis in. Ja, maar dat ook weer niet. Niet naar die gulag, weet je. Dikke voeten. Dikke voeten dan? Ik leen een paar steen in de gulag, joh. Nee. Ja, wel dikke voeten. Dus je hebt wel verlengd, man. Dat had ik niet verwacht. Ja. Ik denk van, ja, dan moeten ze echt veel geld betalen. Maar als je dat verlengt en dan... Want tot hoe lang nu? 2024 ja. Of zo? Dus dan blijf je nog een jaartje hier zo, twee jaartjes. Ja, ik weet niet, man. Dus ik ook vanaf hoe ik het doe, hè. Yeah. Je moet gewoon presteren, man. Ja, maar als jij hier goed presteert, dan zeggen ze kom maar terug. En dan kom je daar. Ja, ik weet niet of ze dat gaan doen. Ja, dat zou best kunnen, hè. Of ze gaan, weet je wat het plan is? Of er komt een goede club dan. Juist, dat is het. Jij gaat presteren hier bij Feyenoord. Ja. Dan scoor je 4 goals in het hele seizoen. Goed seizoen, hè. Ja, en dan... En dan verkopen ze je gewoon. Nou, voor 200 euro. Nee, maar 18 miljoen was je verkocht, hè? 16. En maar die kerel, die had toch wat gezegd? Een kerel van die assistent of zo van Snoetski. Ja. Die technisch directeur, ja. Die had toch gezegd van, hij staat geld niet waard. Kan het niet. Technisch directeur. Ja. Ja. Dat is toch dom, ook voor zichzelf. Want hij is het niet waard. Als jij nou goed gaat presteren en je wordt verkocht. Ik denk dat hij van een andere club was. Hij was assistent van Slutski. Hij was... Slutski was niet bij Sparta, hè? Nee, maar was hij niet daar? Nee, volgens mij niet. Is hij daar ook niet nu? Oh, dan hebben ze dat verkeerd opgeschreven, man. Best wel vaak was dat, man. Miscommunicatie, omdat het nu een hele andere taal is en zo. Ja. Yeah. En dan werden dingen gezegd die helemaal niet goed... vertaald worden, best wel vervelend. Maar sowieso in de voetballerij echt zoveel bullshit. Ja, hè? Het is niet normaal. Ze schrijven gewoon dingen op wat helemaal niet waar is. Ja, gewoon om die headlines te halen. Ja. Maar dat hoort er wel een beetje bij. Had jij daar geen last van vroeger? Ja, bij mij hadden ze altijd gelijk. Van de mensen zitten in de hoerhuis. Oh, kut. Ja, meer gezien. Godsamme, man. Ja, wat kan ik dan zeggen? Ja, is niet waar? Wel waar. Het was wel een goede avond ook. Ja. Nou, wat te weinig te ontkennen. Ja, in Liverpool stonden ze gewoon echt te wachten. Hoe kwam jij 4 uur of 5 uur 's ochtends die discotheek aan? Nederland is heftig, hè? Ja, man. Paparazzi, jongens. Staat daar gewoon... Ik kwam eruit, joh. Ik was gelijk weer nuchter. Zo van flitsen. Ik denk, wat is dit dan, joh? Donderen ze op die camera's. Ja, man. Ja, niet normaal. Dus, Engeland niks voor jou ook hier? Ah, gewoon lekker Nederland, man. Spelen. Ja, eerst weer basis eerst gewoon, leggen. Dat bedoel ik. Gewoon echt weer spelen en goaltjes maken. Ja. Weer plezier krijgen. Precies, ja. En voor de rest nog, wat doe je dan na zo'n training? Wat ga je dan naar huis en dan? Wat doe je dan? Ik
beetje rukken. Hou hem met twee handen. Nee, nee. Wat doe je? Speel je PlayStation? Altijd een middagdutje, man. Ja, lekker. Oh, op de bank, jongen, dan dommel ik zo. Oh, lekker. En met EK zo helemaal lekker. En dan is het een klote wedstrijd. Is, dan ja, ja. Slaap, hoor je een beetje dat geroezemoes ja, achter. Ja, echt zo, man. Ja, man. En dan... Nou, is het alweer vijf uur moeten we bijna gaan eten. Nee. Ja, ik doe niet zoveel. Hij schaadt. Rotterdam. Rotterdam, man. Dikke naad, man. Ik was nog op dat oude Varkenoord, man. In de jeugd waar ik altijd trainde. Ze hebben het wel echt opgeknapt. Het is man. Wel mooi, hè? Ja, het is mooi geworden. Man. Heel mooi geworden. Wat is die auto van jouw dier? Deze, ja. Een dikke bak ook, hè? Ja, lijkt er een beetje op, hè? Ja. Als je snel kijkt, wel. En die van jou is net iets geüpgraded. Gezellig, man. Yes, man. Het was gezellig, man. Ja, leuk, leuk, man. Ik heb gelachen. Doe je best, man. Ik hoop dat je goed, hoop dat je goed gaat presteren. Ja, we houden contact. Ja, we houden contact. Sowieso. Gewoon, ouwe. Is goed. Kom goed. Thanks. Yo, Mazel. Yo, jij ook. Mazel. Ciao. Ja. Leuke jongen, man. Echt leuke jongen. Yes, jongens, Guus. Ik vind hem een leuke jongen, man. Echt. Echt een fijne gozer. En natuurlijk goede voetballer. Ik denk dat Feyenoord heel veel plezier gaat beleven aan Guus. En gewoon, ja, echt een hele lieve jongen. Even een verkeerde versnelling, maar... ja, shirt kan je winnen. Even abonneren. Laat even een comment achter. Dat is wel heel belangrijk, want dan kom ik hoger. Weet je, zeg ik die gast die edit. Moet je laten... comment geven, dan komen we hoger in die lijst. Dat zal wel top zijn als je dat kan doen. En dan maak je kans op dat shirt weer, man. Bedankt voor het kijken en we gaan weer door naar de volgende. Yes, later.